Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het natuurlijk weer woensdag en is het tijd voor City Skylines. En gaan we beginnen aan het industriële gebied. Dus waar de bomen zijn. Ik heb net even een snelweg aangelegd. Dus ja, moet hier niet kijken. Het is een beetje ingewikkeld. Gewoon even zo hieruit gedownload en neergezet. Deze daarentegen ook. Dus ik heb gewoon neergezet. Maar dat maakt niet uit. We hebben hier een looppad. Ik zal het even uitleggen. Je gaat dus hier, omdat dit stond helemaal vast. Het is nu eigenlijk zo goed als helemaal opgelost. Dat heb ik niet aan jullie kunnen laten zien, maar het stond helemaal vast. Dus nu komen mensen die gewoon naar de stad willen gaan. Zo, zo en zo. En dan kunnen ze daarheen. Stel je voor, ze willen via hier, ze willen die kant op, gaan ze hierheen. Pakken ze de rotonde en gaan ze zo daarheen. En dan kom je hier. Dan kan je rechtdoor en dan kan je uiteindelijk waarschijnlijk ooit verder daarheen of zo, weet ik niet. Of je gaat hier rechtsaf de bocht om en dan kom je hier beneden en dan kom je op een kleine weg en dan kom je op de grote weg. Je hebt ook nog een pad in het midden, zie ik. Ik kan dat net zo goed even doortrekken. Aangezien als ik nog een beetje, een beetje heel raar klink, het is voor mij nog vroeg. Ik ben een half uurtje wakker, dus vandaar. Maar dat moet de pret niet bederven natuurlijk. Dus. We hadden hier, als het goed is, heel veel plek voor bomen. Bomen, 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 bomen. Zeker heel veel bomen. Als ik al zie, zijn hier heel veel bomen. Ja, eigenlijk gewoon overal, dus de plekjes hebben ook heel veel bomen. Dus dat is eigenlijk allemaal goed. En ik één hoofdweg gewoon helemaal doorheen wil laten gaan. Ik denk dat het gewoon deze is. Gewoon helemaal naar achter. Kijk, let op mijn geld. Nou, geld... zit nu wel goed, ik ben hem aan het doorspoelen constant, dus vandaar kan ik hem gewoon even op play doen. Dan, ook echt van die kleine weggetjes van de hoofdweg afgaan. En dit dan zo hiernaast hebben. Zo. En dan om de twee blokjes een straatje natuurlijk in de midden. Nou, je moet iets eerder wezen. Zo. En dat moet precies hetzelfde als hier gebeuren. Alleen gaat deze dan eentje later, zo. Zo. En deze weg wegen gaan dan naar achter. En wil ik eigenlijk, zal ik even kijken of dat zo mooi schuin kan. Zo. Ik denk dat er wel heel veel uit zit. Ik denk dat het niet handig is. Dus doe ik vanaf hier iets hoger. Die zo. En dan kunnen we deze natuurlijk... gewoon helemaal doortrekken. Deze omhoog. Zo. Die moet nog iets verder. Zo. Ik kan eigenlijk de kijk alweer. Ik kan deze eigenlijk recht doen. Kan ik deze zo recht doen. En dan die er zo tegenaan. En dan deze weg. Weg. Dan is dat niet heel mooi. Dus ik kan gewoon hier daar even een mooi bochtje van maken. Zo, ik denk dat gewoon iets beter bochtjes, misschien niet het allermooiste, maar het is wel beter, dat hebben we dus ook. Dan doen we move it weer even wegklikken. En wil ik eigenlijk vanaf hier ook gewoon een rechte weg gaan hebben. Iets hoger misschien, een babbolletje dan daarheen. En uitkijken daarvoor natuurlijk. En dan moet ik even kijken. Ik wil eigenlijk die zo, dat is eigenlijk wel goed denk ik. En dan ook zo schuin mee naar dat. Ik kan wel gaan merken dat het heel druk daar gaat worden. Dus misschien in de toekomst hier een hoofdweg. Ja, ik denk dat misschien wel handig is om het teen al te doen. Alleen maar geen hoofdweg, maar zo'n weg. En deze upgraden. Hopelijk gaat het overal. Bijna natuurlijk niet, nou dat is niet heel erg, daar kan ik mee leven, maar dan hebben we daar ook even over. En dan is het misschien ook handig om dat zo hier aan de andere kant ook te doen. Ja, dat is, moeten we dan misschien ook nog een hoofdweg hiervan maken, want ik heb een paar die ook nog wat druk kan gaan worden. Even kijken, die dan even lang doortrekken als koppel dan telkje, maar ik weet dat het zo lang is. Zo, ik denk eerst beter deze kant kan maken.
En ik wil dat ook in de toekomst zien of we hier hetzelfde gaan maken of van boerderijen gaan maken of dat soort dingen. Dus ik denk dat dit wel even genoeg is. Gaan we eerst de stoplichten weghalen. Die. Kijk, daar is het stoplicht. Daar, daar, daar niet meer. Daar wel, daar wel. Daar, daar, daar niet. Hier wel. Kijk, daar zit nog een stoplicht. Hier nu nergens meer, dat is goed. Dat was stoplicht, dat eigen stoplicht. Nee. Daar niet meer, daar wel en daar. Zo. Volgens mij is alles zijn, of zijn alle stoplichten nu weg. Dan, omdat er gewoon bomen zijn en alles, ga ik denk ik hier heel veel looppaadjes tussen maken. Ik denk dan eigenlijk deze misschien wel. Voor de stukjes die zo eindigen. Op een of andere manier werkt het nooit bij mij, moet ik het op de bus ook connecteren, maar dat maakt niet uit. Ja, waar gewoon dingetjes eindigen, daar komen een paardje denk ik, van hier naar daar ook een paardje. Dat sluit dan ook niet helemaal mooi aan. Zo, dat is beter. Nou, eigenlijk hoef ik niet heel veel meer paardjes, dus ik kan eigenlijk gewoon overal hier zo tussen lopen. Ja, ik kan gewoon, ik kan dat zo doen, maar als ze heel veel zin heeft en daar ja, waarom ook weer niet zo ah maybe nou dus kijk dat kan ook weer niet of ik wil gewoon die of die pakken oh, en dan kan ik ook gewoon oh, dan pak ik hem helemaal wachten die en die en die en dan zo meenemen zodat hij daar rechts staat zo. En dan die wat langer maken. Zo. Ja, dat denk ik niet verder. Ik kan hier nog wel eentje zo doen. Zo gewoon verder. Van daar naar daar. Ja, moet er per se eentje hier. Nee. Vind ik het leuk om te doen. Ja. En wat ze nu moeten doen is gewoon nog helemaal zo heen en weer lopen. En die kant op, om over te steken. Maar dat zien we gewoon even niet. Dan moeten we hier even een district van gaan maken. Ja, gewoon even bonk, klaar. En je hoeft niet, ja, ik maak het ook gewoon meteen nog helemaal vol. Zullen we dan niet in deze aflevering meteen gaan doen, want het is misschien dan iets te veel meteen voor de stad om het allemaal voor al die mensen dan werk te geven. Want we hebben 27.000 en we hebben nu dit. Dus dat gaat wel lekker. Misschien dat we straks hier nog een beetje gaan uitbreiden, maar ik weet niet of we zoveel gaan doen in deze aflevering. Ik wou gewoon vooral dit even maken. Dus zal ik niet al te lange aflevering wezen. Iets misschien rond 10 minuten, misschien iets korter, maar dat moet de pret natuurlijk niet bederven. Kijk, deze moet sowieso aan. Oh ja, dat moeten we even doen. Hierheen, hierheen. En dan de bomen. Zo. Hier mogen nu dus alleen maar bedrijven komen die bomen planten. Even kijken, dan hebben we deze nodig. Gaan we even niet te veel passen, maar even kijken of alles wel goed gaat. Niks eigenlijk aan de hoofdweg plaatsen. Dus begin daar, 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 daar en daar. Zo. Even die blokjes vullen en dan deze eigenlijk ook even tot vanaf hier zo naar achter. En doe dan eigenlijk nog niet zo. Hoppakee. Maar eigenlijk wel, dit mag tot daar. Maar nee, dat maakt niet uit. Water hebben deze ook nodig. Zie ik nu even snel. Heb ik nog genoeg geld ervoor? Ik heb zeker nog genoeg geld ervoor. Geld is geen probleem meer nu. Dus dat is fijn. Kijk, ik kan meteen gaan bouwen. Oh, en elektriciteit wordt dus ook nog even een probleem. Deze heb ik ook even zo door. En die breng ik ook even zo door. Elektriciteit ga ik denk ik gewoon even een lijntje trekken vanaf de stad. Dus hier een puntje, zo en zo. En eigenlijk gewoon even heel kort, maar misschien niet het meeste, gewoon zo even. Oh ja, en dan heb ik dat water wel, dan moet ik dat water wel natuurlijk met dit connecteren. Zo. Dus dat is goed. En dan misschien in de toekomst deze nou even onderdoor laten gaan en dan ook zo daarheen zitten mensen. Niet helemaal hierheen hoeven rijden, dan daarheen en dan daarheen. Maar dat
Dat zien we wel in de toekomst, wat we daarmee gaan doen natuurlijk. Zo te zien is het allemaal goed. Ze hebben allemaal mensen nodig die niet zo slim zijn. En voor nu werkt dat nog, maar ik ben bang dat in de toekomst dat niet meer gaat werken. Dus ik wil eigenlijk in dit gedeelte. Geen metro en busplaats en ook geen scholen. Dus we moeten ze op gaan lopen of ga ik het echt anders doen? Of ik kan wat deze snelweg hier onderdoor laten gaan. Hier even een stop bouwen. Met dom. En dan kan ik meteen niet meer connecteren. Ik denk dat we dat in de volgende week gaan doen. Ja, wat wel een hele slim is. Even kijken, dan ga ik dit nu even. Ja, zo te zien werkte net. Dus ga ik dit gewoon even vanaf hier helemaal volgooien. Zo. Op andere plek ook nog. Ja, het kan net zo goed hier ook meteen. Hè. Zo. En dan gooi ik dat ook maar meteen vol. Ja, waarom niet? Ja, dat kan een beetje een stroomleiding dwars zijn. En wat we ook hier nodig gaan hebben, is sowieso een grote brandweerkazerne, want bomen, ja, zegt het eigenlijk al genoeg. Deze, kijk, die had ik al, past net niet, jammer. Deze, en die gaat ook niet passen, dus gewoon deze. Ben ik wat vergeten? Vanaf hier misschien een metrostation, één of twee plaatsen, daar één, daar één. Oh, en toen was mijn geld op, dus dan spoelen we hem even door, mensen. En dan maken we denk ik even een kleine timeless van hoe dit groeit. Nou, we hebben net in de timelapse kunnen zien hoe het meest eigenlijk wel gegroeid is. Het staat eigenlijk al zo goed als vol. Er zijn nog een paar, ja, eigenlijk geen lege plekjes. Er zijn gewoon kleinere farms en alles. Dus dit soort dingetjes heb je allemaal. En dat, ja, dat is wel, kijk, hier heb je vier van die. Dat is echt, en dan is dat hier vier. En dan heb je hier wel vier goede. Dat is dat een, water. Oh, waterproblemen. En elektriciteitsproblemen. Stop. Meer water pompen, connecteren, elektriciteit. Hoeveel kost die? 80. Ja, dat heb ik nog net niet, hè? Nee. Dus dan planten we er gewoon nog even lekker hier eentje van. Zo. Dan wil ik eigenlijk dit langzaam gaan afbouwen, denk ik. Dus dat weg. Heel langzaam, maar zodat het eigenlijk allemaal langzaam mooi groen gaat worden, hopelijk in de toekomst. En dat zal de druk hier ook wat verminderen, hopelijk. Want het staat hier ook aardig vast, zodat ik zie dat ik hier wat vergeten ben weg te halen. Stoplicht. Ja. Oh. Waarom zit het hier zo vast, die rotonde of niet? Ja. Oh. Maar dat komt straks omdat al die trucks natuurlijk hier zo zitten. Snap het. Dus dan eigenlijk die grote powerpool dingen. Nou, dat zal wel. Zit er een zin in water? Oh, jullie hebben gewoon geen water gekregen. Oh, en alle bomen krijgen water en weer geen water. Wel water, geen water. Oh, dat is heel raar als ik inzoom en uitzoom. Kijk dan. Oké, nou, dat zal dan wel. Voorlopig is het hier nog goed met de wegen. Het gaat nog. Ja, het zal sowieso constant hier druk blijven. Maar als het deze drukte is, is het toch niet erg. Ja, nu valt het nog mee. Ach, maar heb je niet gehoord dat dit moet stoppen en dat gewoon voorrang krijgt? Dat had je toch ook? Niet die. Wat is dit? Junction restrictions. Oh. Oh ja, wacht. Jullie mogen gewoon daarop. Jullie mogen daarop. Jullie mogen daarop. Jullie mogen daarop. En jullie mogen daarop. Zo.
Nu gaat het sowieso door. Kijk, nu is dit al weg. Oké, dus dat is fijn. Dit is ook al weg. Is dat file of dan ze gewoon... Is dan inderdaad nu in de zijpaden in de file. Oeh. Misschien was dat niet al te slim. Dat gaat, ja, daar wel. Daar ook niet. Hier wel. Dus als we maar daar even in de file. Ik heb die andere borden nodig. Niet die. Niet die. Niet die. Deze denk ik dan. Maar het probleem is, ik weet niet wat dat betekent. Moeten die nou stoppen of... ja, zo moet het toch? Ja, nee, top. Heel kruispunt staat stil nu. Zo toch? Zo. Ik denk maar niet met die wegen gaat spelen, dan blijft het hier maar lekker terug. Dan kan ik maar genoeg eigenlijk niks aan veranderen. Dus daar ga ik maar niks aan doen, maar ik denk dat het eigenlijk alweer was voor vandaag, als dat hier ook alweer geen water. Oh oh oh, moeten jullie hier niet gaan bouwen, hè, jongens. Ja, het zal sowieso gewoon druk blijven op deze kruising altijd. Al die vrachtwagen, ja, het zijn gewoon... Maar het is nu al wat, het is wel wat rustiger geworden. Dat is goed. Zit je nou ook te klagen om water? Vuilnis. Ja, zit je daar eigenlijk best wel heel druk. Ik denk dat we wel zeker deze snelweg zo hier moeten connecteren. Anders moet ik die vuilniswagen helemaal zo gaan rijden. En dan zie je dat het gewoon met z'n allen in één keer komen, dat het een groot probleem gaat worden. Maar voor nu ziet dit er goed uit. We maken nu bijna 15.000 winst. We hebben bijna de 30.000 inwoners gehaald. Ik denk dat we dat misschien nog wel gaan we niet halen. Hier hebben ze ondertussen ook alweer vuilnisproblemen. Dan had ik hier de vuilnisplek. Dan kan ik er 1, 2 bij plaatsen. Ja. Nou, ik denk dat dit eigenlijk alweer was, mensen, voor vandaag. Dus we hebben dit gebouwd. Ik ben er best blij mee. Ja, het ziet er niet heel indrukwekkend uit wat we hebben gebouwd, maar het, ik vind het er goed uitzien. Dus, mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan tot de volgende keer. Later! We got London on the track.